woning gelegen in Muldershof nummer 6. Gelegen aan een mooi rustig straatje. Wat parkeervakken, wat wegversmallingen. In ieder geval verkeersarm gerealiseerd. De woning zelf is half vrijstaand. Voorzien van dubbel glas. Gebouwd in de 80er jaren. Mooie oprit. Met een carport. En een garage met elektrische roldeur. Voordeur met kunststof kozijnen met dubbel glas. En zo komen we in de hal. In de hal. Hoe kan het ook anders? De meterkast. In dit geval met een moderne groepenkast. En een meter. En een toilet. Het fonteintje. Keurig betegeld. En een zwevend closet. Via de hal komen we dan in de woonkamer. Kijken nog even terug naar de hal. Maar die vooral ook op de luxere binnendeuren die hier zijn geplaatst. De woonkamer is L-vormig. Het zitgedeelte aan de voorzijde van de woning. En we zullen even vanuit de voorzijde en van de hoek bij de oprit het huis laten zien. Lopen verder door naar de andere hoek van de kamer, zodat we ook een goed totaalbeeld hebben. Vanuit deze kant. Eetgedeelte aan de achterzijde van het huis, direct naast de keuken, waar ik voorzien is van een L-vormige aanbouwkeuken, inclusief apparatuur. Het ziet er vanuit de kamer gezien zo uit, helemaal vanuit de hoek van de woonkamer gezien. Dan gaan we vanuit de kamer. Even naar de voorkamer. En door naar de hal. Om boven te gaan kijken. De trappen naar boven. Daar komt u uit op de overloop. De overloop heeft toegang tot 3 slaapkamers. Een ruime overslaapkamer. Terug naar de overloop naar slaapkamer 2, linksaf, gelegen aan de achterkant van het huis. Kunststof kozijnen, draaikiepramen, 2-persoonsbed past hier niet echt. En door naar slaapkamer 3. Ruimer als u denkt, want hij staat vol met 2 grote kasten. Dan wordt dus als kleedkamer gebruikt. Deze ligt aan de voorzijde van de woning. Naar de badkamer. Badkamer is vrij ruim.
daglichttoetreding, dus je kunt ventileren zelf op een natuurlijke wijze. Met een zithoekbad. Toilet zoals je ziet, aansluiting wasmachine, maar die kan natuurlijk ook makkelijk naar zonder. En een wastafel. En terug naar beneden. En dan even naar de tuin. Door de hal. En via de keuken gaan we dan naar buiten. We moeten nog even de keuken zien vanuit dit perspectief. En dan gaan we de tuin in. De tuin is voorzien van een eenvoudige overkapping. Doet wel gezelligheid. En heeft een uitstekende privacy. De buren hebben jaren geleden de garage verlengd, waardoor eigenlijk nu achter alles definitief helemaal dicht zit en dit heel veel privacy geeft. Er zijn ook geen directe achterburen aanwezig, dus niemand kijkt in uw tuin. Ga die nog even de woning zien vanuit een andere hoek. De garage is vanuit de tuin bereikbaar. Die laten we niet zien, die staat vol met spulletjes. En het huis zie je op deze manier nog even tot slot vannacht. Zijn er vragen, neem contact op met de kwade makelaars. Tenminste, dank je voor het kijken.